Kijk, weet je, als je Van der Poel deze week in de rond ziet rijden, dat is natuurlijk wel weer tegenovergesteld. Die gaat elke dag vliegt hij erin en ja, die maakt echt heel veel lol. Ja, dat zie je bij Dumoulin niet. En ik denk dat de belangrijkste vraag nu is, voor hemzelf, wilt hij wielrenner zijn? En dat betekent in voor- en tegenspoed, en dat betekent, ja, het is eigenlijk net een huwelijk. Oh ja? Ja, het is soms net zo leuk en soms net zo niet leuk. Maar wielrennen is gewoon een hele zware sport. En als jij daar niet de overgave voor hebt om daar doorheen te gaan, ja, dan kan jij niet meer met liefde een nummer opspelen, wat wel nodig is. En hij traint toch dag en nacht? Hij traint buiten, hij traint binnen, hij traint op de trap. Hij traint, waar traint hij niet, die gozer? Dat is echt ongelooflijk. Jongen. Vind ik weer goeie. Nee, maar je zegt dat niet zo. Nou hebben wij een serieus gesprek over wielrennen. Wou jij nog iets zeggen over half acht? Uiteindelijk dit programma een beetje op te lukken. Dan komt koning karaoke weer met dit soort onzin. Ga vanavond allemaal. Dat is wel een leuk filmpje, vind je niet? Ja, ontzettend grappig, maar zo kriebel.